We sluiten af met Gina Shantit Berggraaf. Of omgekeerd. Omgekeerd. Want in Theater Talia gaat haar organisatie een van de gezellige feestjes organiseren voor de afsluiting van deze maand. En de naam van het feestje is Tap a Afuyari. Geweldig, mevrouw Berggraaf. Als ik naar de naamgeving hoor, dan beloof het heel gezellig te worden. Dat is de bedoeling, dat ja. Dat wil zeggen, er gaat een topformatie daar zijn. Zeker. Om de mensen te bewegen om te dansen. Ja, ja. We hebben inderdaad een hele mooie line-up. Mm-hmm. Doel van het event is om stil te staan bij het afgelopen half jaar. Ja. En om te bezinnen natuurlijk, maar ook om te vieren. We zijn allemaal gezond, we zijn allemaal gegroeid als mens. Ja. Het kan zijn dat het niet goed gaat, hè, met ons, mm-hmm. Met onze economie, maar uiteindelijk heb je wel positieve dingen om bij stil te staan. Mooi. Altijd, toch? En waarom wachten tot het eind van het jaar om in ieder geval dit half jaar te vieren? Dus we gaan afsluiten op 30 juni. Het is ook de vooravond van 1 juli. Dat is ook een heel mooi moment. Afsluiten van de eerste 6 maanden. En vol goede energie de volgende 6 maanden tegemoet gaan. Ja. Dus dat is het doel. En we hebben een hele mooie line-up inderdaad. In ieder geval een muziekformatie Q-Time. Ja. Zij zijn aanwezig. En we hebben ook in het voorprogramma een paar mooie artiesten. Sarah Haynes bijvoorbeeld. Zij heeft een prachtige stem. En we hebben José Parami, ook prachtig, ook een hele mooie artiest. We hebben Fergie Miles, gaat ook een voordracht doen. En zij zijn in het voorprogramma en daarna gaan we dansen. Ja, ja. Dus nog voor Slijmer of voor Biggie Ede, maar ik ben vaker bezig met u, bijna wekelijks. Dus ik merk op dat elke activiteit van uw organisatie een kern van een bepaalde maatschappelijke boodschap in zit. Ja. En de boodschap die je kan halen uit deze activiteit, u heeft aangegeven, we zijn gezond, we hebben iets bereikt, is in feite letterlijk vertaald, tel je zegeningen. Yes, je zegeningen. Helemaal. Ja. Ja, want en er zijn heel veel mooie dingen gebeurd. Absoluut, absoluut. En soms staan we niet bij stil. Nee, nee. En bij dit feestje dat je, dat we gaan doen, takkie, hey, dit jaar ben ik in maart gepromoveerd en ben afgestudeerd. Ja. Dus ook onderling vertellen wat je hebt bereikt. Ja, prachtig. Geweldig. Zeker. Maar hoe zo mijn ontwerp is aan jou, Gina? Ja, dit is de tweede editie. Vorig jaar hebben we hem ook gedaan. Ja. En het is gewoon heel mooi om naar voren te brengen dat we positief moeten zijn. Ja. Negativiteit is er altijd. Ja. Positiviteit, daar moet je aan werken, daar moet je bij stilstaan, daar moet je bewust van zijn. Ja. Het moet je ook voeden. Ja, ja. Want het is heel snel dat je meegenomen kan worden in negativiteit. Dat moet je niet willen, want daarmee kom je niet vooruit. Ja, ja. En we hebben die positiviteit nodig. Liefde voor elkaar, liefde voor jezelf. En daarmee groei je, daarmee hou je jezelf gaande. Ja, ja. En het is ook bedoeld voor de mensen die een domper hebben gehad. Absoluut. Om die energie te komen halen. Absoluut. Voor Charles Eve, voor Nakatra Afufayari. Yes, yes. Want er komen 6 hele mooie maanden aan. En daar heb jij zelf een inbreng in. Jij bent je kapitein van je schip. En je moet dat beseffen. Dat je dat alles in je hebt om er een goed tweede deel van het jaar van te maken. Hoe laat starten jullie? Ja, de poorten gaan om 8:30 open. Ja. Om 9:00 begint de eerste performance. Ja. En we gaan door tot 12:00. Heel kort. Ja. Chateauspan. En er tegenaan. Oké. Ja. En de kaarten kunnen gewoon aan de poort, zijn aan de poort verkrijgen? We hebben geen kaarten, het is een arrangement. In het arrangement is dat je komt genieten van kunst. Mm-hmm. Performing arts hebben we. In het arrangement heb je ook een zitplaats en je hebt een snack. Dus de arrangementen kunnen van tevoren gereserveerd worden. Op het nummer 874-7874. Of checken op onze socials, HB Media NV.
Het liefst vragen we de mensen om van tevoren te reserveren, omdat wij ook moeten voorbereiden. Het is een event dat opgezet wordt, dus de stoelen moeten bijvoorbeeld gehuurd worden, de snacks moeten besteld worden. Dus reserveer graag van tevoren. Als het niet lukt, ik snap het, altijd last minute is ook goed. Je moet, hoe zeg je dat, impulsief blijven in het leven ook. En go with the flow. Dus je kunt ook bij de poort komen. Inderdaad, ja. Dankjewel Gina, succes. Thank you. En many thanks for coming bij Onderwater, waar je woont. Nee, gelukkig niet. Maar de weg hier naartoe, ik heb echt van die andere wegen moeten vinden om hier te komen. Ja. Dankjewel voor jouw efforts.